Haan. Van der Lem die steeds vanaf het middenveld komt. Geblokkeerd door Poortvliet. Kansje voor Street. Moeilijke hoek. Goede redding daar van Pim Doesburg. Floyd Street, die nieuwe man. Er is nog niet goed bekend wat hij wel allemaal en wat hij niet kan. Dit kan hij. Doesburg staat op de goede plaats. Van der Lem. Opmerkelijk actief in het begin van de wedstrijd. Van der Akker. Street. Haan. Poortvliet. Wildschut. Die zonder directe tegenstander, want Van der Lem is er niet, kan opkomen. En daar raakt Koolhof die bal niet goed. En komt Utrecht heel goed weg. Street en Van der Kerkhof. Street wint. Ja, hij is toch makkelijk in zijn bewegingen en moeilijk van de bal te krijgen. Van Veen. Opnieuw Street. Kruis. Van der Lem. Kruis doorgelopen. Poortvliet. Goed en attent verdedigd. Het is wel een hoekschop. Van Veen. De Wit niet. Wildschut. Overtreding van Wildschut tegen Kruis. Jawel. Al eerder toonde Adelaar dat hij dit soort karweitjes aan kan. Doesburg. En dan is het 1-0. Adelaar tilt de bal door de muur heen. Doesburg laat hem los en Kruis tikt binnen. Utrecht staat voor met 1-0, 17e minuut. Voorlopig is het weer Utrecht. Kruis. Makkelijk langs Haan. Ter Voort. Street net niet. Het antwoord komt dus niet van PSV, maar het is FC Utrecht dat gewoon doorgaat op het oude patroon. Uitmondend in een kansje voor Street. De vrije trap dus voor PSV, Valken. Haan, Valken. Koolhof, Valken goed doorgelopen. Poortvliet, die heeft ruimte om uit te halen voor een schot. Wacht te lang. Wegkans, Kruis. Street. Boom. Haan met de opening richting Torensen. Valken. Aanvallend is er nog weinig uitgekomen bij PSV. Ook dit schot van Valken mislukt. Street is sneller dan Landsbergen. De Wit. Dat is heel slim, het balletje van Robbie de Wit. Het begon bij het sprintduel Street-Landsbergen, waar Street sneller was. Die bal voortrekt. En dan de individuele klasse van Rob de Wit. Zo zijn er maar weinig in Nederland. Opnieuw een corner van Robbie de Wit. Nu naar de eerste paal. Willy van der Kerkhof ziet het gevaar. Maar het balbezit blijft voor Utrecht. Doesburg aarzelt. Landsbergen tussen twee Utrechters. Dat is goed wat Van Veen doet naar de buitenkant naar Adelaar. Kruis. Oeh, de Haan tussen de benen door. En dan Van Veen nog eens een keer een kabinetstukje. En dan strandt deze aanval uiteindelijk op buitenspel van Gerard van der Lem. Maar het publiek geniet en terecht. Torensen. Van Aarle. Valken. Ideale positie om te schieten. Dat scheelde niet echt veel. Flight.
Van Veen en dan gaat Torres jagen. Maar hij is alleen en loopt zich dus dood. Du Châtinier, zoiets moet je collectief doen, anders heeft het geen zin. Van der Lem verlengt, Adelaar, Van der Lem. Goed schot. Ja, met die stuit, daar heeft Doesburg moeite mee. Kijk, Utrecht stoort wel collectief en direct zit PSV in de moeilijkheden. De Wit en Ter Voort. En De Wit heeft echt veel klasse in huis, zeg. Adelaar, Van der Lem. Omdat Willy van der Kerkhoff is blijven hangen, staat De Wit niet buitenspel. Wat kan De Wit? Dit. En nu met rechts. Oh, wat schitterend! Willy van der Kerkhoff blijft staan en Robbie De Wit kan alleen doorgaan. Vaneburg kan dit. Cruijff kan dit. Maar De Wit kan het nu ook. Het is 2-0, 36e minuut. Adelaar opgejaagd door Poortvliet. Flight. Beide teams één wijziging. Van der Lem geblesseerd is in de kleedkamer gebleven. En Rietveld daar met nummer 13 is zijn vervanger. Brands speelt tegen Rietveld. Hij is bij PSV in de ploeg voor Lokhoff. Vrije trap Adelaar. Richting Street. Rietveld en Doesburg. Landsbergen die veel risico's neemt. Van Aarle. Valken. Weer ruimte voor Wildschut op links. Daar moet Utrecht toch iets aan gaan doen. Van der Kerkhoff. Koolhof. Die neemt makkelijk mee. Zet Du Châtinier op het verkeerde been. Prima redding van Even. Knappe actie van Jurrie Koolhof. Eerst aangespeeld. Dan die draai langs Du Châtinier. En de redding van Jan-Willem van Eden. Ter Voort. Dat is slordig. Weggekopt door Poortvliet. Maar opnieuw komt FC Utrecht op basis van Wildschut. Maar goed dat Van der Kerkhoff daar stond op de schot van Street. Ter Voort. Rietveld legt terug, althans wil terugleggen. Brands trapt weg. Van der Akker. Goed van Rietveld op kruis. De sfeer zit er weer in bij FC Utrecht en ook bij het publiek. Kruis. Valken. Behoudt het overzicht en de kalmte. Kruis. En dan met twee benen Poortvliet. Keizer laat doorspelen, maar vermaand Poortvliet. Van de Akker. Ingekopt door De Wit. Kruis. Goed, direct gepaast op Robbie De Wit. En nu de kortste weg naar het doel. Schitterend die beweging van De Wit. En nog eens één. En dan Doesburg. Oh! Fantastisch die paas op Robbie De Wit. En dan hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. En natuurlijk mag het jonge talent ook zo'n kans missen. Waarom niet? Poortvliet, Heinzen. Torensen. Dus ook niet los kunnen komen van zijn tegenstander vanavond. Poortvliet. Het is toch kennelijk nog wennen bij PSV aan het nieuwe systeem. Met twee man voorin. Valken die nog een goed schot lost. Dat rakelings overgaat. Vlijt. Van de Akker. Of niet. Toch nog. De laatste poging van Utrecht. Dat PSV verdient met 2-0 klopt.